Hey, dit is Kevin van Snapshot Dojo en in deze video geef ik je 3 tips voor het maken van een portret bij iemand thuis. Als voorbeeld laat ik je een serie foto's zien die ik bij Jerry heb gemaakt, bij hem thuis in Amsterdam. En sowieso hadden we al heel lang afgesproken om een keer foto's te maken bij hem thuis. Maar dat kwam er steeds niet van en nu was het eindelijk zover. En ik had rond een uurtje of 4 afgesproken, dus het licht werd al snel minder. De eerste foto die je hier ziet is aan het uiteinde van zijn gang, waar het licht heel zacht was en op zich dus vrij makkelijk. Als je heel zacht licht hebt, dan kun je eigenlijk niet heel veel fout doen. Alleen tip nummer 1 is: let op de achtergrond bij het maken van een portret bij iemand thuis. Het voordeel van iemand fotograferen in een fotostudio is dat je natuurlijk een hele egale achtergrond hebt. Neutrale achtergrond, neutrale kleur, dus je hoeft er eigenlijk helemaal niks aan te doen. Alleen bij iemand thuis, dan moet je eigenlijk een combinatie vinden van, daar wordt eigenlijk ook zo meteen tip nummer 2, is een combinatie van goed licht en een goede achtergrond. Nou, hier zie je dat het licht is, of het goed is of niet, er valt over te twisten. Het is oké, het is niet heel spannend, niet heel bijzonder, het is heel vlak. Maar wat je hier ziet is dat de achtergrond heel onrustig wordt. Hij heeft wat planken met schoenen, met sneakers erop staan. Ja, dat kun je nu niet herkennen, maar ik weet het toevallig. En rechts is een illustratie van iemand. Maar die lijst is zwart en die planken zijn ook zwart. Dat trekt heel veel aandacht, in ieder geval in deze foto. En ja, het is niet super storend, maar het is ook niet heel rustig. Toen ben ik wat andere dingen gaan proberen. En ben ik het harde licht van de ondergaande zon gaan gebruiken. Alleen hier zie je dat, ik weet niet, het voelt niet helemaal lekker ofzo. Het kijkt niet helemaal lekker. Je ziet achter Jerry's gezicht, zie je ook weer de lijst van een schilderij. Hier zie je ook nog een lijst en hier zie je, ik weet niet precies wat dit is. Er zit wat onrust in de achtergrond. En het licht, dat is dus tip nummer 2, is ook niet heel lekker. Dus hier zie je dat de combinatie van licht en achtergrond gewoon niet prettig werkt. Hier dezelfde achtergrond, de planken met sneakers en de illustratie of het schilderij. Alleen hier heb ik de deur die bij hem in de gang staat, heb ik in een bepaalde hoek gezet, waardoor het licht er doorheen komt en een heel gek patroon op zijn gezicht tovert. Nou, hier zie je dat zijn rechterbovenhoek van zijn gezicht krijgt een bepaald vlak van licht op zich gericht. Heeft wat mysterieus. Maar door deze lijnen vind ik het nou niet echt werken, om het zo te noemen. Ik vind het ook niet echt heel mooi. Maar ik vond het wel belangrijk om te experimenteren. Dat is gelijk tip nummer 3. Probeer heel veel dingen uit. Juist omdat je op zoek bent naar die combinatie van en goed licht en een goede achtergrond, moet je experimenteren. Dat is dus tip nummer 3. Ga heel veel dingen uitproberen. Zet hem in een bepaalde hoek. Zet hem bij een bepaalde achtergrond. Zet hem in een bepaald licht. Net zolang totdat je een modus vindt die werkt. Het was dus aardig wat experimenteren. Vooral omdat het licht ook niet echt constant was. Er zaten steeds, het was hard licht of de zon scheen. Alleen af en toe waren er wolken voor. Dus het wisselde af van hard licht naar zacht licht. Hier heb ik hem bij het raam geplaatst in zijn woonkamer en ik had geprobeerd om een soort randje licht over zijn gezicht te krijgen. Alleen hier zie je dat bij zijn voorhoofd dat het net te veel is. En als hij zijn gezicht meer naar mij toe zou draaien, dan het werkt op een of andere manier niet zo goed. Ik vind in ieder geval hier dat het licht op zijn voorhoofd te veel is. Op zijn neus en op zijn mond en op zijn kin en op zijn oog vind ik het goed werken. Alleen hier is het net te veel. En ik kwam er niet zo goed uit qua standpunt hoe dat te elimineren. Dit is op zich wel een mooi rustig portret. In werkelijkheid is het hier wel een stuk donkerder in zijn gezicht. Ik heb het in de Lightroom heb ik het opgelicht, waardoor het wat meer in balans is met dit licht. Ik vind dit ten opzichte van dit, vind ik hier bij de zijkant van zo, vind ik iets te fel. Maar op zich is dit wel een oké portret. De achtergrond is mooi rustig. Het is, volgens mij is hier nog zijn tv hierachter. Maar een mooie neutrale rustige achtergrond die matcht met zijn bovenkleding. Met zijn trui. Niet verkeerd.
Hier zag ik dat het harde zonlicht een vlak van licht creëerde op zijn muur. En ik dacht van, nou, laat ik hem eens precies zijn hoofd daarin laten vallen. Mwah, het ziet er een beetje gek uit, ook hier. Omdat er hier ook een vlak licht ontstaat op zijn trui, leidt dat weer af. Dus ik zou of dit afknippen, dat je dus hier een uitsnede maakt. Alleen ja, zijn hoofd wordt toch een soort van gek opgesloten in dit lichtvlak. Dus ik vond het ook niet heel geslaagd. Hier heel vlak licht in zijn voordeuropening. Wat kan ik hiervan zeggen? Ik vind het licht oké. Ik vind wel dat deze deurpost en deze binnendeur, dat dat twee afleidende vlakken zijn als het ware. Het zou misschien mooi zijn om hier nog een close-up uit te knippen, waardoor het beeld aan zich rustiger wordt. Maar dan nog vind ik het licht gewoon niet spannend genoeg. Ik vind het niet bijzonder genoeg. Dus dit is niet mijn selectie geworden. Uiteindelijk heb ik deze foto gekozen, die wel eerder is genomen in de serie. Die heb ik hier onderin heb ik die wat donkerder gemaakt. Omdat zijn trui is wit en dat trekt best veel aandacht in deze foto. En ik heb zijn zijkant van zijn gezicht ook wat donkerder gemaakt. Ik had namelijk hier rechts van hem had ik een wit gordijn of een witte handdoek opgehangen. Over een lampenkap gehangen, waardoor dit deel van zijn gezicht nog vrij licht wordt. Alleen daardoor ontstaat hier een hele gekke driehoekige schaduw. Dus ik heb dit stuk in Lightroom heb ik donkerder gemaakt. En ja, dit vind ik gewoon een heel interessant portret qua licht in ieder geval. Hè. Korte kantverlichting aan de korte kant van zijn gezicht. Neutrale en rustige achtergrond en daardoor ja, lekker en prettig om naar te kijken, al zeg ik het zelf. Dus bij iemand thuis fotograferen is vrij moeilijk. Of nou ja, het is uitdagender dan in de studio. In het opzicht van je moet op de achtergrond letten. Je moet geluk hebben qua licht, want je hebt weinig controle als je met daglicht fotografeert. En daardoor moet je dus, tip nummer 3, veel experimenteren, veel dingen uitproberen. Totdat je dus iets hebt waardoor al die dingen samenvallen. Het licht is goed en de achtergrond is goed. En nou, dat is een hele korte video over het fotograferen bij iemand thuis, bij iemand binnenshuis. En mocht je vragen hebben, laat het me weten via een comment. Stuur me een mailtje via kevin@snapshotdojo.nl. Heb je vragen, heb je opmerkingen, laat het me weten. En dan beantwoord ik je vraag in een volgende video.